En natuurlijk, minister Staghouwer heeft inmiddels ook zijn visitekaartje afgegeven in Brussel. Er is een voorstel gedaan door de Franse minister Macron, president Macron, die voorgesteld heeft om onze grenzen in feite in Europa te sluiten voor producten die geproduceerd zijn op een manier die in Europa voor bijvoorbeeld de boeren verboden is. Want er komt hier heel veel binnen wat op een schadelijke manier geproduceerd wordt. We hebben echt de strengste eisen ter wereld, toch? Ja, en dan zit je qua kosten ook snel hoger. Dus ja, het voorstel van Frankrijk was, we gaan het eerlijk doen, spiegelmaatregelen noemen ze dat. Dus wat hier niet geproduceerd mag worden, mag hier ook niet geïmporteerd worden. Nou, bijna alle Europese landen waren voor, behalve onder andere Nederland, die in de berichten die ik heb gelezen in de media als sterkste tegenstander zich heeft laten zien in Europa. Nou, dat is dus het visitekaartje van minister Staghouwer. Ja, ja. Echt lijnrecht tegen de belangen van de eigen voedselsector.